Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. En dat is kleurkleding, lifestyle en kringlopen. Met name ben ik daarmee bezig en ik heb weer gekringloopt. Maar nu had het ook wel een reden. En ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik was boos. En ik was echt heel boos. En dat gebeurt me niet heel dikwijls, maar de stoom kwam uit mijn oren. En dan moet er dat ergens uit. En om eerlijk te zeggen, het was niet op pensionado. Het was gewoon, ik was gewoon boos. Iemand was me te nagekomen, vond ik. Dus oké. En wat er dan eigenlijk gebeurt, tenminste bij mij, dan moet er iets gebeuren. Dat moet er ergens uit. Nou, een ander die gaat misschien met serviesgoed smijten. Maar dat, daar heb ik eigenlijk niks mee. Iemand anders gaat misschien kookboeken kopen of eten of wat dan ook. Ik ga shoppen. Ja, dat zat er natuurlijk in. Ik ga shoppen. En ik was al tegen pensionado had ik het verteld. En een vriendin belde op. En had ik het ook al tegen verteld. En het was nog niet over. Dus ik denk, nou, er moet nu iets gebeuren. Ik ga shoppen. Maar ja, als je naar een gewone winkel gaat shoppen, dan ben je vlug een hoop geld kwijt voordat dat eruit is. Ze noemen dat overigens textieltherapie. Als je het niet kent, dan weet je dus nu. En anders dan ga je dus zien hoe mijn textieltherapie eruit ziet. Nou, ik heb hier een hele stapel naast me liggen. En ik ben dus naar de kringloop gegaan. En ik denk, ja, dit gaat er dus gewoon niet uit. Dus naar de kringloop in één streep naar de kleding. Want ik, daar moet het gebeuren. En ik ben uiteindelijk in 3 dagen 3 kringlopen geweest. En bij de 3e kringloop was het een stuk minder. Maar toen zocht ik nog wat accessoires. Want ik denk, het is leuk als ik nou een reden heb. Nou ja, die reden was dus dat ik te vreselijk boos was. Maar ook tijdens de opleiding, want jullie weten dat ik een opleiding geef, had ik als opdracht gegeven aan de studenten om zich te kleden in de sfeer van een personage van ofwel Sex and the City ofwel Gossip Girl. Nou, Sex and the City kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. En voor styling begrippen is dat echt geweldig. Degene die dat gestyled heeft, die voor de eerste keer echt iets neergezet, dat personages echt een eigen kledingstijl kregen, maar ook bijzonder inspirerend. Dus voor heel veel mensen, als je dat kijkt op Pinterest, op YouTube, is dat ontzettend inspirerend geweest. En de studenten zeiden tegen mij, Corrie, jij doet toch wel mee? En ik dacht van, oh ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. En dan vind ik Carrie uit Sex and the City, vind ik het leukste als kledingpersonage, omdat ze dus echt heel veel gekke dingen doet. Ik zal proberen een foto bij te zetten. En dat je dus ziet van, daar gebeurt wat inderdaad. Nou, oké, dat was ik dus eigenlijk maar van plan. En dus ik heb kleding gekocht in de sfeer van het personage. Maar het moest wel bij mij passen. Het moest ook mijn goede maat zijn. En het moest ook mijn goede kleur zijn. En het moest ook iets zijn waar ik iets mee kon. Ik ben een beetje vergeten hoe duur het ongeveer allemaal was. Maar ik weet het ongeveer, weet ik het. En nou, dat ga ik jullie dus laten zien. Als eerste heb ik gekocht 1 vestje. Het is 1 van de vele vestjes overigens, want ik heb heel veel vestjes. En ik probeer er nu, want ik zag eigenlijk dat ik soms dat een beetje onhandig omhoog hou. Ik probeer een foto naast te zetten waar ik het op de paspop heb gezet. Nou, dit vestje, een vestje van Blanche, nooit van gehoord in XL, dus gewoon 42. Katoen viscose is de vestje, want daar let ik tegenwoordig wel echt heel veel op, dat het natuurlijk materiaal is. En dit vestje zal ongeveer 3 of 4 euro zijn geweest. En eerlijk gezegd ben ik ook kwijt waar ik het heb gehaald. Ik dacht bij de Vindingrijk, maar heel zeker weten doe ik het niet. Deze heb ik wel bij de Vindingrijk gehaald. En dit is een katoenen vestje. Een beetje azuur vestje. Tussen autoroze en koraal. En ik vond dit een leuk merk. De Bakery Ladies. En dat is dus een Nederlands merk. De Dutch Design Bakery. En XL, dat is ook weer een 42. Nou, ik heb hem gekocht echt voor de kleur, omdat ik hem zo ontzettend leuk vond. Ik heb een jasje, ja, dus voor de zomer. Een jasje heb ik gekocht. En ik vond inderdaad die kleuren zo ontzettend mooi. En ik vond de sluiting heel leuk. Het sluit met een oog en daar zit dus een lintje aan de andere kant. Het is echt heel erg leuk. En dit is een jasje van Uptown Woman. Een 42 ook, ja, nou, zoals altijd eigenlijk. Ja, deze ga ik voor de zomer, maar wie weet dat ik al een foto kan maken, zodat jullie zien hoe ik het ga stylen. Maar dit is echt een zomerjasje. En dit is half katoen, half linnen. 5 euro. Of 4,50, 5 euro. Zo'n soort prijs was het.
En die heb ik bij de Emmaus gekocht. Deze, dit is een hele lange jurk. En dit is een jurk van de Wii. Kijk, maar hij is echt heel lang. Een beetje enkel lang. Een jurk van de Wii. Er staat verder geen maat in of zo. Ik denk dat er... Ja, dat is eruit geknipt al. Hier is, dat is eruit geknipt. Ja, ik denk ook een XL of zo. Maar in ieder geval, leuke jurk. En het is eigenlijk ook weer een zomerse jurk. Maar weer leuke kleur. Dus daar deed ik het voor. En ik heb nog een vestje gekocht. En dit is een vestje van C&A. Een viscose vestje. Een vestje van C&A. Ik vond die kleur zo mooi. En dan met die stipjes. En dat is ook wel leuk om in de winter te dragen. En dan ergens onder dat je net een klein stukje ziet. Onder een jasje of zo. En de basics, een L. En ik heb een rok gekocht. Een fluwelen rok. Zo van een dunnige fluweel met een kantenrand erom. Ja, zoiets zou ik normaal nooit kopen, eerlijk gezegd. Maar weet je, hij staat hartstikke leuk. En het is een rok met elastiek. Mijn beste vriend van een onbekend merk. Nog nooit van gehoord, kan het niet goed lezen eigenlijk. Designed in Italy. Het is 100% viscose. En ik heb hem al aangehad. En het staat echt ontzettend leuk. Maar eerlijk, als ik niet zo'n behoefte had gehad om iets te kopen, had ik hem nooit gekocht. Maar leuk, en de kleuren zijn ook leuk. Dus ik was hier ook blij mee. Ook die heb ik ook bij de Vindingrijk gekocht. Iets van 5 euro. Meestal 4,75, 5,50. Zoiets, iets in die vorm. Nu komen we bij een heleboel blousjes. En deze komt ook van de Vindingrijk. En het is een Hema blousje. En groen doet het heel slecht op beeld. Want het is namelijk een echte grasgroen. Maar hij ziet er een beetje blauwiger uit op beeld. En het is al een paar keer gebeurd. Het is van de Hema. Het is een XL. En ik denk dat hij van behoorlijk lang geleden is. Want hij is groot. Dus het is echt een oversized blousje. En bij de blousje hoort een verhaal. Want ik heb namelijk alles al gewassen en zo. En ik dacht van, oh, dit kan ik prima wassen bij donkere kleuren. Nou, hij heeft afgegeven. Want ik had nog een jasje en ik had nog een rok. En er zat een beetje wit of beige in. Nou, dat wit of beige bestaat niet meer. Dat is nu gewoon groen. Dus die zijn inmiddels weg, want, of tenminste, die gaan weg. Die hebben zoiets van, ja, dat is gewoon zonde, want dat was niet precies de bedoeling. Maar het gaf dus enorm af. En dat is gewoon mijn fout, hè. Ik bedoel, ik ben eigenlijk een precieze wasser, maar daar heb ik niet goed gedaan. Ja, niet goed naar gekeken. Maar bij die fluwelen rok was hij dus bij, maar daar is hij dus niet op afgegeven. Maar of je ziet het niet, doordat dat donker is. Maar bij die andere zag je het dus wel. Ik heb een rood blousje gekocht. Ja, jullie kennen me, een rood. Je zal misschien al verbaasd zijn dat er zo weinig rood tussen zit. Maar oké, één rood dingetje. En dat is een rood blousje van Bonita. En maat 42. En ook katoen viscose. En ja, gewoon voor ergens onder. En inderdaad voor de kleur. Omdat ik het gewoon heel leuk vond. Want Carrie van Sex and the City zie je heel dikwijls dat ze kleurrijke dingen draagt. En ook dikwijls dessins bij elkaar. Wat ik zelf ook ontzettend leuk vind. En ergens botst er iets. En als het dan aan heeft, klopt het toch. Nou, dat is wat ik eigenlijk ook zocht van die dingen. Dus vandaar best wel veel dessinachtige dingen. En hier heb ik een blousje. Een blousje van Liv, ook van, het is van V&D van vroeger. Dit is een maat 44. Een katoenig blousje met zo'n klein dessin eigenlijk, van die kleine bloemetjes. En is echt ook bedoeld voor ergens onder, voor gewoon leuke dingen. Ja, het is blousjesafdeling schijnbaar nu. En ik heb weer een blousje. En deze heb ik echt gekocht voor de kleur, omdat ik hem zo leuk vond. Ik vond, het is gewoon een hele mooie kleur. En dit is een blousje van Basler. Er staat verder geen merk of verder geen maat of zo in. Maar in ieder geval groot genoeg, kon er makkelijk in. En ook een viscose blousje. Ja, heel blij mee, gewoon inderdaad ergens onder. En bruin komt in de mode echt. Het is al een paar jaar dat ze zeggen van, nou ja, bruin, maar zie je relatief weinig bruin. Maar nu komt het dus echt. Dus ik zoek ook echt iets bruins. En ik heb ook wel een beetje beige-achtig, camel-achtig, licht camel heb ik ook wel. Maar nog iets bruins zoek ik eigenlijk voor hierbij. Want het is echt wel een heel mooie kleur. En de blousje was 2 euro. De blousjes zijn meestal tussen 2 en 3 euro. En dit blousje was van de Emmaus. Ja, 2 of 3 euro, zoiets. Weet ik ook niet meer. Lichte blauwe blousje was volgens mij ook van de Emmaus. En ik heb een
rok gevonden. Die heb ik gevonden bij de, even kijken, Terre des Hommes. En hieraan kun je zien, want dit was dus een wit labeltje. Het labeltje is dus verkleurd. Wel, meestal is dit toch niet, is een beetje ja, plasticachtig, polyesterachtig, maar schijnbaar dit niet. Want anders zou het niet verkleurd zijn. Dus die zat bij het groene blouseje, maar de rok zelf is niet verkleurd. De rok zelf is natuurlijk, en dat heb je met zo'n plissé rok, dat is polyester. Probeer ik zo min mogelijk te kopen, maar bij een rok vind ik het minder een probleem. Een rokken was je minder. Bloesjes en broeken, dat was je natuurlijk al. En jurken ook, die was je veel. Maar rokken eigenlijk niet. Nou ja, rok van een... Oh ja, atelier stond erop. Van atelier. En dit is een grote maat volgens mij. Ja, dit is een maat 48. Maar ja, elastiek. Nou ja, dan doe je er nog een riem extra om en dan zit je ook helemaal goed. Maar deze vond ik wel echt heel leuk. En die was 4,50 meen ik. Bij de Terre des Hommes hebben ze allemaal standaardprijzen. Dus dan is het minder duidelijk wat iets kost. Heb ik hier een jasje ook van Terre des Hommes. Van Oscar B. Het is blauw met een beetje ja, beige. Er zit een beetje zalm lijkt er wel in te zitten. Oscar B. inderdaad. In maat 42. Ook iets van 4,50. Of misschien 5 euro. En ik zei het al, het is echt veel. Het is echt veel. Maar ik ben er ook blij mee. Ik draag het ook. Je zult het ook zien. Ik kan het ook inderdaad dragen. Dit is ook mijn maat. Dit is een jasje. Een 100% wollen jasje. Van Vezuela. En het is een maat 46. Dus is eigenlijk ook iets te groot. Maar ik doe er een riem omheen en is hij helemaal prima. En dit is een... deze was 8,50 euro bij de Emmaus. Maar die vind ik het ook echt helemaal waard. Echt een heel mooi jasje. Heb ik nog een jasje? Ik denk dat iemand dit zelf gemaakt heeft. Het is een beetje grijzig met gebroken wit. En ja, geen maat, geen merk uiteindelijk. Maar waaraan ik het vooral zie is omdat de knopen en de knoopsgaten zitten aan de verkeerde kant. Dus dit is een mannensluiting. Maar dat maakt mij niks uit natuurlijk. En gewoon een heel leuk jasje. Die heb ik ook al aangehad. En dan samen met deze sjaal en dan met de grijze rok. Dat zien jullie ook op de foto. En ik heb een trui gekocht. Een viscose trui. Die komt ook van de Terre des Hommes. Ja, die zal ik van 3-4 euro zijn geweest. En die heb ik dus ook gekozen voor de kleuren. En ik heb dus niet... Normaal wil ik nog wel eens kijken. Oh, dit past hier bij dit, dat daarbij. Heb ik in dit geval niet gedaan. Leek me ook niet zo slim om dat te doen. En deze heb ik dus gekocht, ook voor een paar euro. En ik heb gekocht een ketting. Deze. Ook bij de Terre des Hommes, die was 1,50 euro. En nog een mooie ketting. En dit is echt glas, is dit. Die kleuren uiteraard heel mooi. En die was ook 1,50 euro. En ik was totaal kwijt, inclusief de rok en het... jasje die dus een beetje verpest zijn door een groen blouseje. Nou ja, oké, okay, dat is dan maar zo. Was ik iets van 91 euro kwijt. Dat is natuurlijk heel veel geld. En het is ook heel veel geld voor de kringloop. Vooral is het heel veel geld. Maar jongen, wat was ik ervan opgeknapt. En kijk, als je natuurlijk ziet dat je voor 91 euro... Want het is gewoon een complete garderobe. Het enige wat er aan ontbreekt is een jas, een winterjas. Nou, die heb ik genoeg, maar... En ik kan ook wel een jas laten zien, een wollen jas die ik gekocht heb voor 7,50 euro. Hartstikke mooi trenchcoat. Zou hier ook prachtig bij staan. Maar ja, die heb ik nu niet gekocht, want ja, ik heb er genoeg. Maar voor rond de 91 euro heb ik me uitgeleefd. Ben ik werkelijk een stuk van opgeknapt. En zo zie je, ik ben ook maar een mens. Mij gebeurt ook van alles en nog wat. Hè? Dat hoort ook een beetje bij het leven. Nou, ik hoop dat jullie kunnen zien wat ik er allemaal mee gedaan heb. Ik heb geprobeerd alles van de kringloop te doen. Ik geloof ik maar één ding of zo wat niet van de kringloop was. Maar dat maakt dan verder niet zoveel uit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Nou ja, en ik zie jullie graag gezond en wel en niet boos terug volgende week. Want er komt weer een nieuw filmpje.